Dag jongens en meisjes. Vandaag gaan we dit leuke spel met deze vos uitpakken. Zijn jullie ook zo benieuwd hoe dit werkt en wie er gaat winnen? Kom snel kijken. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag weer een superleuk spel. Ja, vos laat los. Nou, ik zag dit in de winkel staan. Ik dacht, ja, die moet ik kopen. Zo grappig. En zullen we snel de doos gaan openmaken om te kijken wat erin zit? Oh ja, en jullie weten het, hè? Vinden jullie deze video leuk? Druk even op het duimpje hieronder aan de video. Even duimpje omhoog. En ben je nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet je niet te abonneren met dat rode knopje hier beneden. Oké? Kom, we gaan snel de doos openmaken. Maar spelletjes zijn ook zo leuk om te doen. En ja, ik wil natuurlijk wel weer tegen jullie gaan, hè? Dus jij mag het spelletje tegen mij gaan doen in de video, oké? Oké, kijk eens even, hier achterop staat wat we ongeveer moeten gaan doen. We gaan straks met een dobbelsteen gooien. En stop de kippen in de broekzak van de vos. Nou, dat is wel heel grappig. Dus in de broekzakken van de vos moeten we straks kippen doen. Blijf opletten, hij kan elk moment zijn broek verliezen. Oh nee, wat grappig. Zo, even openmaken. Yes, kijk eens even. Oh ja, kijk eens even. Dit is toch grappig. Kijk nou, de kippetjes. Kijk nou, toch wat leuk. En wat hebben we hier? De vos. Wow, oh, die is groter dan ik dacht. Wauw. Kijk nou toch. En dan denk ik dat er stickers bij zitten. Dat we zo stickers op zijn ogen kunnen plakken. Oh, wat grappig zeg. Heel leuk. Zitten er stickers in? Had jij... Ja, kijk eens even. Hier hebben we stickertjes. En dit was het, hè? Oh nee, een boekje. Hij is leeg, hè? Ja. Zo, laten we eerst eens even de vos uit het plastic halen. Zo. Kijk eens even. En dan dit zijn de kippenhokjes. En dan ga ik jullie zo uitleggen wat je daarmee kan doen. Let op. We beginnen met de stickers. Laten we eerst eens even de vos zijn mooie ogen geven. Kijk eens even. Eén oogje. Kijk. Dan ziet hij er al veel liever uit, hè? Zo, kijk eens even. Dat is mooi. Maar nu komt nog het leuke. Kijk eens, hier heeft hij een mooie boxershort. En daar gaan we de kipstickertjes op plakken om hem een beetje te versieren. Kijk eens even, dit is leuk. Zo. Oké. Zo. Oké. En daar eentje. De zijkant nog één. En hier nog één. Kijk eens. Oké. Kijk even. Kijk eens even. De vos is bijna klaar. Alleen zijn tongetje nog. Kan je het spel hebben? Zo, oké. Oké. Yes, die zit erin. Oké, de vos is helemaal klaar, jongens en meisjes. Maar kijk eens even. Naast de kippetjes hebben we hier nog een dobbelsteen. Daar moeten we even de cijfertjes op plakken. Zo, haal ik even de cijfertjes eraf. Dat is wat makkelijker. Dan gaan we die eens even op de dobbelsteen plakken. Komt ie. De 2. Het cijfer... Weet je welk cijfer dit is? 1. Ik had het net al even voorgezegd. Wat is dit? 2. Heel goed. En nog een keer een 1. En nog een keer een 1. En nog één vakje over. Kijk eens even. Daar komt ook de 1. Zo. Oké. Dobbelsteen is ook klaar. Zo, dan kunnen we zo gaan spelen. Kijk eens even naar de kippetjes. Oké, jongens en meisjes, let op, we zijn er bijna klaar voor. De vos staat hier. De kippetjes hebben we hier en de dobbelsteen hebben we hier. Let op. Jij gaat zo tegen mij spelen, dus
Ik ga een kippenhok voor jou uitzoeken. Nou, zullen we de rode voor jou doen? Die leg ik even hierin. Dit is jouw kippenhok. Oké, let op. De groene is voor mij. Nou, wat gaan we doen? Voordat we kunnen beginnen, moet ik eerst de broek aandoen van de vos. Let op. Hieronder zit een touwtje. Daar moet ik aan trekken, zeggen ze. Oh ja, klik. Kijk eens even. En dan doen we zijn broek aan. Dit is grappig. Ik heb dit nog nooit gezien. Misschien heb jij dit wel eens gespeeld, maar ik heb dit nog niet eerder gespeeld. Ik vind het echt heel grappig. Oké. Let op. Zijn broek met de twee zakken. Hier zit een zak en... Wat gaan we nu zo doen? We gaan met de dobbelsteen gooien. En ik ga als eerste voor jullie gooien. Dan moet je even kijken wat je gooit. Je kan dus een 2 gooien of een 1. Gooi je 2, dan moet je 2 kippen in zijn broekzak doen. Dat mag hierin en daarin, dat maakt niet uit. En dan moet je 1 keer boven op zijn kop drukken. Maar, let op. Als jij op zijn kop drukt en zijn broek zakt af, dan moeten we heel goed opletten, want dan vallen alle kippetjes eruit. En dan moet je deze kaart gaan vullen met de kippen. En degene die als eerste de kaart gevuld heeft, heeft gewonnen. En dat mag je maar met 1 hand doen. Dus deze hand is voor jullie en deze hand is voor mij. Oké? Nou, als het te snel gaat, maakt niet uit. We gaan nu gewoon spelen. En jongens en meisjes, aan het einde van deze video ga ik ook nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. En vinden jullie het leuk? Druk even op het duimpje hier onderaan de video, hè? Oké, we gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Ga ik als eerste voor jou gooien. 3, 2. Oké, ik mag dus voor jou 2 kippen in de broek doen. Let op. Pak er eentje. 1. En nog 1. Hoppakee. En dan druk ik 1 keer op het hoofd. Zo. Oké. Nu ben ik. Nu mag ik gooien. 1. Oké. Ik mag 1 kip in de broek doen. Zo. Ook op het hoofd drukken. Oh, jeetje Mina, zag u dat? En alle kippen vallen eruit. En nu moet ik dus razendsnel 1 voor 1 de kippetjes netjes hierin leggen. En degene bij wie ik het snelst heb gedaan heeft gewonnen. Het scheelt niet veel, maar jouw kippenhok was het eerste vol en daarna die van mij. Dus jij hebt nu 1 punt. Het ging wel heel snel. Zullen we nog een keer gaan spelen? Komt-ie. Oké. Ik leg alle kippetjes weer even hier neer. Dan weet je het, hè. Dan trekken we de broek er even uit. Dit is wel heel grappig. Kijk, huppakee. Rollen we de broek even om. Zo. Oké, vosje. Ben je er klaar voor? Zijn jullie er ook klaar voor thuis? Ik ga als eerste weer voor jou gooien, oké? 1. Gaat er 1 kipje in. En waar moet ik op drukken? Heel goed, op het hoofdje. Nu gooi ik voor mij. Weer 1. Kipje erin. Op het hoofdje drukken. En het gaat allemaal goed. 2 kippen erin. Die is voor jullie. 1, 2. Op het hoofdje drukken. Gaat nog steeds goed. 2, yes. Kijk eens even. 1, 2. Oh, die zit al aardig vol. Kijk eens even. Zien jullie dat? Het hoofdje drukken. 1. Hoppakee. 1 voor jullie. Zo, die gaat vol. Kijk even. Nog een keer op het kopje. Yes. Oh, spannend jongens en meisjes. 1. 1 kippie. Op het kopje. Wow, jeetje Mina, ik schrok me een ongelukje. Wow. Ik weet niet of jullie thuis ook schrokken, maar dat ging echt wel snel. Oké, dan moet ik weer snel de kippenhokken vullen. Komt die? Ja, met 1 hand. Zo. Yes. En wie is als eerst? Ja, jullie weer, hè. Toch ben ik met links sneller. Kijk nou. Jouw kippenhok is wel als eerste gevuld. 2-0.
Nou jongens en meisjes, dit is toch grappig dit spel? Oké, jongens en meisjes, dan is het nu tijd om de groetjes te doen aan heel veel kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Oh ja, en volgen jullie mij al op Instagram? Want jongens en meisjes, op Instagram doe ik regelmatig leuke acties en geef ik speelgoed weg. Onderaan de video staat hoe je mij kan volgen. Oké, dan is het nu tijd om de groetjes te doen. Ik wil graag de groetjes doen aan Ryan van 4 jaar uit Kampen. Lena Gerrits van 4,5 uit Alken in België. Stan van 4 jaar uit Kampen. En Stan, jongens en meisjes, wil graag een keer een video zien van een hijskraan. Nou, supergoed idee, Stan. Dat ga ik een keer opnemen. Izzy van 3 jaar en Flo van 2 jaar uit Berg aan de Maas. Elena, Sophia en jongens en meisjes, Elena Sophia wordt 1 november 4 jaar. Alvast gefeliciteerd en ze woont in Purmerend. Lin van 4 jaar en Luc van 2 jaar uit Prinsenbeek. Jelte van 6 jaar en Ivan van 3 jaar. Harold van 4 jaar uit Leek. Meli Schut van 4 jaar uit Oosterwijk. Jari van 3 jaar uit Houten. Milan Brinks van 4 jaar uit Winschoten. Safira Ikarouche van 4 jaar. En jongens en meisjes, Safira wordt bijna 5 jaar. Alvast gefeliciteerd! Liv van 5 jaar uit Zevenhuizen. Jari van 3 jaar uit Houten. Jefta van 5 jaar. En Jedidja van 3 jaar uit Almelo. Mees van 3 jaar. En Mees houdt ontzettend van Play-Doh. Nora van 9 jaar uit Utrecht. Lucas Pauwels van 5 jaar uit Vogelwaarde. Sophie Horstman van 5 jaar uit Tungelrooy. Nina van 6 jaar uit Merksem, België. En Ryan Osman van 3 jaar uit Leeuwarden. En jongens en meisjes, Ryan is ook bijna jaar. Die wordt 1 november 4 jaar. Alvast gefeliciteerd. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En jullie weten het hè, volgen jullie mij nog niet op Instagram? Vraag even aan papa of mama of ze mij willen volgen. Want daar doe ik regelmatig leuke acties en geef ik speelgoed weg. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!